Een zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom op een gloednieuwe vlog. Jawel, jullie zien het. Ik heb mijn tenueken aan van Psycho TV. Jawel. En ik ga daar ook mee gaan werken, want ik ga nog eens wat reclame maken. Welkom weer op een deel van mijn leven. Ik hoop dat jullie gisteren hebben genoten van de vlog. Speciale vlog. Challenge. Het is mij heel goed gelukt dat ik niet heb moeten lachen. Voilà, nu bij deze wel. Staat hem online, dus dat ga ik nu allemaal te goed checken nog, voordat ik leer dat ik ga werken. Dus dan gaan we even naar Google Chrome. Oh ja, dan ga ik ook eens even kijken wat de headliners zijn op het laatste nieuws. Dat kan ik ook wel eens doen. Ah, yes, je kunt op het laatste nieuws doe de priktest doen. Doe de priktest, wanneer kom jij aan de beurt voor de coronavaccin? Oké, doe de test hier. Okay. Woon je of wijk je in een woonzorgcentrum? Ja. Je wordt in de loop van de maand januari gevaccineerd. Dat gebeurt in de woonzorgcentra zelf met vaccinair van Pfizer. Ja, dag Jan. Is toch niet waar hoor? Allee dan, dan kijk ik een andere. Nee, klik ik dan. Ben je zorgversterker in een ziekenhuis? Nee. Ben je zorgverlener in het eerste lijn zoals een huisarts of een tandarts? Nee. Verblijf je in een collectieve zorginstelling of werk je als niet zorgversterkerde in een ziekenhuis? Nee. Nee. Ben geen 65 jaar plus? Ben je een risicopatiënt? Nee. Werk je in een essentiële sector zoals bij de politie, brandweer enzovoort? Ja. Je wordt in april gevaccineerd. Oké. Ga verder. Dat gaat de ETIAS zijn. Dat wist ik al. Ja, dus dat was van de coronavaccin. Of anders, ja, ga ik niet weer al te veel lullen. Blablabla. Was er dan nog van headliners? Overzicht, coronacijfers blijven de verkeerde kant opgaan. Ai. Eens even kijken. Ja, we zitten terug in een stijgende lijn. Waar ik woon. We gaan dat eens bekijken als we dat kunnen opzoeken. Vroeger kon je dat toch van hoeveel dat uw gemeente het heeft. Maar blijkbaar nu niet meer. Nee. Jammer. Daar is dus nergens geen kaart meer, of wat? Corona-kaart België. Kijk eens opzoeken. Kan zijn dat ik daar iets van terugvind. Corona-kaart België. Ik zit in de gemeente Alken, dus we gaan eens kijken, hè. Alken. Daar zijn momenteel, Zuid-Leeuw, 104 nieuwe besmettingen. Ai. Zo, Leo doet het niet meer goed. Waar ik ook dus mijn vrijwilligerswerk doe, daar zijn dus in totaal nieuwe besmettingen in de laatste 14 dagen 104 besmetten per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken 1213. Dan gaan we naar Sint-Truiden toe, waar ik ook werk. De nieuwe besmettingen in de laatste 14 dagen 330. Besmetten per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken 811. Ai. Dan ben ik nu Alken aan het zoeken. Wij waren echt het heel zwaarste getroffen gemeente van Vlaanderen bij de eerste coronagolf. Wij zitten nu nog met nieuwe besmetting in de laatste 14 dagen. Gaat het ook hier weer al niet goed. 45 besmettingen. Besmetten per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken 387. Dus even kijken als Prustum of zo daarbij zit. Keypads, Sint-Truiden. Yes. Nee. Oké. Dan wil ik het ook nog voor Hasselt zeggen. Hasselt heeft nieuwe besmettingen in de laatste 14 dagen 152. Besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken 193. Dus wat ik nog altijd dus aanraad, gelieve uw mondmasker te dragen. Gelieve voldoende afstand te houden. Want wij zijn nog de enigste provincie over gans België. Dus Limburg doet het niet meer goed.
We hadden altijd heel mooie cijfers, maar nu deze keer wordt Limburg heel zwaar getroffen met 33,4%. In Limburg worden er elke dag gemiddeld 214 besmettingen geregistreerd. Wekelijks verschil is dat met plus 33,4%. 299 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 2 weken. 14-daagse resterend. Zo gelijk ook, ik ga even ook de andere provincies erbij nemen, zo gelijk West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen worden er elke dag gemiddeld 295 besmettingen geregistreerd. Oost-Vlaanderen worden er elke dag gemiddeld 310 besmettingen geregistreerd. In Antwerpen is dat 325. Vlaams-Brabant is dat 173. Brussel is dat 210. Vlaams-Brabant is dat 173. En dan, ja, in Frans kan ik dat dus niet zeggen. Daar ben ik niet in thuis. De Franse cijfers. Maar België doet het op zich niet goed. En dan in Israël zijn er al 4.252.868 mensen al gevaccineerd. En dan op de... Oh my man. Wie loopt er eigenlijk op kop met de vaccinaties? China natuurlijk. Met 22.767.000 vaccinees. Laatste update was gisteren. Ten tweede plaats is EU. Met 10.150.130 vaccinees. Op de derde plaats is Engeland. Daarna Israël, daarna India, daarna Duitsland, daarna Italië, daarna Spanje, daarna Frankrijk, daarna Brazilië, daarna Rusland, daarna Polen, daarna Canada, daarna Mexico. Jullie hebben zelfs nog niet gehoord België, hè? Dan pas komt België aan de beurt boven Roemenië, Schotland, Servië, Argentinië, Indonesië, Soedanië, Arabië, Portugal, Tsjechië, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Zweden, Noord-Ierland, Nederland enzovoort enzovoort. Nederland staat nog zelfs verder weg van ons. Wat ook eigenlijk niet goed is. Kom aan mensen, ga de prik halen, ga de vaccinatie halen, als er ook de tijd is. Dus ja, sorry dat ik hier nog een kleine mooie boodschap van algemene nut nog even hier in mijn vlog laat voorkomen. Maar nu ga ik wel zoeken van vertrekken naar mijn werk toe, of anders ben ik zelfs zo veel te laat op mijn werk. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ja, zelfs eens kijken als er nog iets is gezegd op Discord. Nee, niet echt veel. Zijn er, nee, daar zijn klachten. Daar is weer al één klacht. Echt waar, Vlaamse strijder. En familie Van Hamel. Gelieve de getallen op te volgen. Het is een getallenkanaal die per één wordt opgeteld. Dus mensen, alsjeblieft, houd het daar ook aan. Want wij verwijderen uw berichten. Een vonke waarbij je ons leert hoe we getallen moeten optellen. Oké. Okay. 1 plus 1 is 2. Plus 1 is 3. Plus 1 is 4. Plus 1 is 5. Plus 1 is 6. Plus 1 is 7. Plus 1 is 8. Plus 1 is 9. Plus 1 is 10. Plus 1 is 11. Plus 1 is 12. Plus 1 is 13. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dimi, je moet je dashcam beelden ook in de vlog steken als je weer al rare dingen meemaakt op de baan. Ja, dus ik ga ook die kabel nog eens even terugzoeken en dan kan ik dat wel activeren. Maar ik moet dan nog wel een klein beetje, ja. Tijdens de livestream hebben we toch goed gelachen met zijn video's en toen zei Exo dat we hem misschien terug... ja, oké. Okay. Ah ja, oké, okay, ja. Dat ging over, dus over Liam. Dus dat gaat nog allemaal de goede kant uit nu op Discord. Discord is het nu redelijk rustig. Dus als jullie naar een rustige Discord server willen komen, ga hier onderaan, staat de Discord link. Kom gerust gezellig chatten
met het ganse team. Ik ga eens iedereen eens opnoemen voor echt eens welkom te heten. Dankjewel, Exo nummer... ik ga eerst de mods dankjewel zeggen. Dankjewel, Exo, voor mee te helpen. Bea Luiver, Boofsider Pins, BRNT, Buttermew, Mano1977, Shift Happens en Tamara. Dankjewel dat jullie er elke keer er opnieuw voor zijn. Elke dag opnieuw op mijn Discord-server voor admin te zijn. En dan hebben we nog de superleden. Superfanchat, voilà. Daar bedank ik Jair Boschefke, Torpedo John, Annie Amanaz, dan Familie van Hamel, Flakkie, Horny Corny, Ken, Kevintje, Kiever, Koen, Fu, Lars, Loris, Repelsteeltje, Ruby, Psycho TV Lover 1, 2, 3, en ja, dat was het. En dan nog de gewone fans. Dankjewel ook om elke dag ter wereld aanwezig te zijn. Brian, VGDB, dan hebben we nog hier Tommy, dan Bert Nelson, of Bart Nelson, dan Benny Vermagerd, Bergritardo, Bling Bling Boy, Bling Bling Boy. Ah ja, dat is een hele goede tekenfilm, Bling Bling Boy. Dan Captain Perox, Meme Lord, dan Shield Moelester, Kovat, Crazy Pinnet, Dodo, Doornroosje, Dr. Heusens, Edmond, Vasi, Emiel, Erik Toerustig, Erik Palmers, Hersenmaker 748181, I Like You, Jan Bultot, Jewel Source, Justin Case, Karen Vermagerd, Ken Cummings, Kevin Staal 3, of Kevin Staal, dan hebben we nog Krantjes Noob, Liaf Strema, Lea de Kraam, Lolsmurf, Mark1974, Mark Selleke, Marleen van Tegenover, Mee Botje Lol213, mevrouw Parleen, maar die is al lang overleden, dus dat kan al niet. En die profielfoto mag niet, omwille van iemand voordoen. Maar als iemand anders voordoen, mag niet. Want je profielfoto foto is van Lien. En die is jammer genoeg al overleden. Dat heeft Studio 100 vroeger laten weten. Voilà, daar is één en dus gekikt. Dan hebben we Mr. Snozer, Munian, Nono Vazen, Olly, Padde, Polke, Pussy Beamer, Sheepy, Shizzle Dizzle, Zoek My Dick, Cycle Superfan 10.000, Skinny Mickey Spanky, Tuur Stijl Bruur, Vince to Lions, Vlaamse Strijder, Willy Son en Arne. Voilà, ik heb ze allemaal opgenoemd die allemaal in mijn Discord-server zitten. Dankjewel om er elke dag aanwezig te zijn. Dus nu heb ik eens iedereen gehad, hè. Echt iedereen. Ofwel moet er nu iemand juist nog online zijn gekomen. Nee, iedereen. En natuurlijk fullscreen voor onze leuke evenementen hier in België te organiseren. Zoals ik Pixelan en Sugarlan. Dankjewel fullscreen daarvoor. Want hij is de crewlid van het draaiende rad in Pixelan en op Sugarlan. Ik ga nu zulke van vertrekken richting mijn werk toe, of anders zeg ik wel redelijk laat zijn. Hè. Allee, salutjes, ik ga nu mijn PC afsluiten. Voilà, en dan ga ik vertrekken. Yo. Hallo,
kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sint Remus en sorry dat ik gisteren ben vergeten te vloggen. Ja, gisteren was ik gewoon zo moe dat ik geen vlog kon maken. Ik was gewoon op. Ik heb nog wat klein beetje aan Discord te brullen en toen was ik gewoon vertrokken naar het dromenland. Dus er was niet zoveel gebeurd. Wat was er wel gebeurd op het werk? Ja, gewoon bestikkingen al intasten, uittasten, noem maar op. De dagelijkse dingen. En de weien beginnen hier ook al terug onder water te staan. Langs de expressweg van Sint-Lambrechts-Heirik, Hasselt. De beken staan weer al redelijk hoog, dus het heeft heel goed geregend. Ik heb Bea al naar haar mama gebracht. Dus ik heb ook al een en ander al gedaan. Ik ben ook nog even op Discord geweest om de klachten te behandelen. En blijkbaar is er ook om 5 uur weer een meeting in de spraakkanaal waar ik jammer genoeg niet aanwezig kan zijn. Waarom niet? Ik weet het niet. En hier heeft de ene een hele rare nummerplaat. Is dat van iemand die redelijk bekend is of zo? C. Dus de C van Cool en de W van Vis. Dat is de nummerplaat. CW. Het zijn wel oudere mensen die daarin zitten. Heel oudere mensen. Heel raar. Ja. Sorry dat het een autovlog is. Nu momenteel al een klein stukje. Maar ik ga nog kijken als ik nog leuke dingen nog kan toevoegen aan mijn vlog. Ik ben nu onderweg al, het is nog maar 4:20. Ik ben al onderweg al naar mijn moeder toe. Dat is ja, bijzonder. Heel bijzonder. Dus. Hier staat Jupiter Dream Tree. Ja, het heeft hennig geregend. Hennig is heel fel geregend, dus voor de Nederlanders, hennig is veel. Voilà. Oh ja, dat kunnen we ook wel eens doen, zo de Nederlandse taal met de Vlaamse taal vergelijken. Zo gelijk poepen, ja, poepen is in Nederland naar de wc gaan. En hier in Vlaanderen is dat dus seks. Hebben jullie nog zo van die rare woorden? Laat het hieronder in de reacties weten. En dan wil ik daar ook wel iets meer aan doen. Dan ook nog de getallen. Channel op Discord. Ik blijf echt elke dag Discord in mijn vlog halen. Hè. Dus telkens keer als er een vlog is, is er een Discord. Oei. Er is een stilgevallen. Ai. Maar die is nog aan het liggen hoor, de L. Die stond wel op de snelste rijstrook. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. En nu zie je een spurtje bezig om toch nog tot bij ons te geraken. Voilà, ik zit al op de juiste rijstrook. Centrum, andere richting en 80. Dus ik moet richting de andere richtingen uit. Dus ik moet richting Diest nu uitgaan, de N2. Dat is de R71 waar ik nu ga op rijden. Jawel, dat was niet eens. Ik ga daar op rijden. Oh ja, ik kan ook nog een hele leuke, leuk toontje doen. Van oei. Oei. Dat mag ik wel niet te vaak doen. Oh. Ja, in het rood licht. Dat mag allemaal, hè. Dat mag allemaal. En daar staat de politie, hè. En de politie doet niks, hè. Dus dan weten jullie dat ook. En daar is eentje met een step, zo elektrische step. Oh, daar wil ik echt voor sparen voor de elektrische step, dat ik dan ook weer weg kan met jullie, met de camera dan aan de hand. Kan ik jullie bijvoorbeeld ook een centrum of eens Hasselt dus vertonen.
in beeld. Oh, dat ga ik ook doen binnenkort. Dus zoals steden in beeld brengen. Oh, dat wil ik wel doen. Dan ben ik ook weer wel eens buiten dan. Want de dagen beginnen nu toch ook te verlengen. En dan kan ik dat ook wel eens doen voor jullie. Dus wat is er te doen bijvoorbeeld in Genk? Wat is er te doen bijvoorbeeld in Alken? Dan kan ik ook jullie de evenementen en al zeggen. Dat is toch ook eens leuk. En dan bijvoorbeeld, ah, oh, dat is een leuk event. Daar kunnen we misschien wel eens naartoe gaan. Bijvoorbeeld nu nog altijd in Sint-Truiden is nog altijd Sint-Truiden by Light. Dus die evenement is elke dag nog door aan het gaan, omwille van de corona. Dus als jullie Sint-Truiden verlicht willen zien, ga dan allemaal naar Sint-Truiden toe. Het is ook heel mooi gedaan. Echt heel mooi. En nu ga ik me concentreren op de baan terug. Allee, tot ziens allemaal. Oh mensen, jawel, het is een klein beetje een autovlog aan het worden. Sorry, mijn excuses ervoor. En ik heb een kabelje. Deze kabelje ga ik hier nu insteken in mijn GoPro. Als je hem erin wilt, natuurlijk. Om te testen die. Voilà. Die stik in. Hupsadree. Ja, dan hebben jullie wel een kabelje hier wel ergens in de baan. Die gaan we proberen ook weg te werken. Voilà. Hoho. Ik ben toch professioneel, hè mensen? Ik ben echt professioneel bezig. En dan gaan we een kleine onrijke maken voor de eerste keer. Met, zeg het. Met. Oeh, geen kaart. Ai. Moet ik nog eens even achter gaan zoeken achter een kaart. Oeh, ik kan niet filmen. Sorry. Ik dacht dat hier ietsje echt in zat, maar blijkbaar niet. Ja, ik ben nu weg aan het rijden van mijn moeken. En zelfs heb ik een copyright claim dat mijn muziek nog aan stond. Ik had het niet door. Ik ga nu richting mijn madame toe. Mijn schatje. Mijn lieveke. Mijn alles. Ja. En wat heb ik nog in de tussentijd nog wat even gedaan? Ik ben op Pokémonjacht geweest. Ik heb wat gyms veroverd. Maar ik sta nu nog maar in 2 gyms. Ik stond er in 5 gyms. Dus ik ben er al bij 3 gyms al uitgegooid. En hoeveel Pokécoins heb ik gekregen? Of Pikacoins, of hoe jullie dat ook noemen. 3 stuks maar, telkens keer. Damn you. Dus 3, 6, 9 Pikacoins heb ik nu nog maar verdiend. Dat is ook wel een klein beetje wel weinig, hè mensen? Ik sta nu nog wel in 2 gyms. Ik vraag ook aan mijn schatje als ik mee in de gym mag zitten bij mijn thuis aan de tennisvelden. En dan, oh ja, dat wil ik ook nog vertellen. Toen ik naar mijn schatje aan het rijden was, straks voor naar mama te brengen. Ho man, wat voor weer was dat man? Giet het tot en met. Wind tot en met. Ik had moeite om mijn boeleken onder controle te houden. Deze neer waar ik nu mee aan het rijden ben. Daar had ik echt heel veel moeite mee om het onder controle te houden. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Even hier nog wel even opletten op de baan. Jawel, altijd uw beide ogen op de baan houden. Ik zit soms wel eens in de camera te kijken, maar mijn beide handen zijn wel aan het stuur. Of ene aan de knuppel en ene aan het stuur. Dus ik rijd altijd zo één hand aan de knuppel, dus aan mijn versnellingspook. En dan de andere hand gebruik ik voor te sturen. En soms stuur ik met deze hand ook nog wat bij. Dat is toch ook wel eens leuk te horen hoe ik rij, hè mensen. Dus nu doe ik met mijn versnelling met deze hand en deze hand stuur ik, hè. Voilà. Oh, ik dacht dat ik iets zag. Voilà. De was is gebracht naar mijn moeke toe.
Dus die gaat nu, dus ik kom van Alken, die gaat dus nu naar Genk toe en dan van Genk terug naar Alken toe, naar mijn ouders toe. En dan van mijn ouders terug naar mijn appartement. En dan ook heb ik ook vandaag de ladder ook teruggebracht voor mijn vader. En die moest ik al een paar dagen geleden al hebben teruggebracht. Sorry vader dat ik het ben vergeten. Maar ja. Beter laat dan nooit, hè mensen? Beter laat dan nooit! Oei, de naam Bokrijk is hier weg. Is dit hier nog wel Bokrijk? Of is Bokrijk failliet? Dat kan hoor. Ja, daar heb je dus ook wel een hele grote vraag rond. De natuurgebieden. Kunnen die ook failliet gaan, ja of nee? Zo gelijk hier, Bokrijk, dat is een en al bos. Oké, okay, ik heb al een speeltuintje, ik heb hier ook wel cafetaria, noem maar op. En ook een museum. Maar het bos zelf, kan dat ook verdwijnen, ja of nee? Dat is mijn hele dat is echt mijn grootste vraag. Kunnen de bossen ook verdwijnen om daarin gaan te wandelen? Bijvoorbeeld met projecten. Dan spreek ik ook over Oceade en Mini-Europa. Die hebben plaats moeten maken voor een nieuw Brussels project waar ik ook een klein beetje kwaad om ben. Mijn waterpark is helemaal putschi. Niet leuk. Helemaal niet leuk. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ga nu nog even verder opletten op de baan. Oei, 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 oei. Daar was het geluidje. En daar moet ik soms van hoesten. En ga ik het witte licht halen. Dan denken jullie, huh, witte licht? Ja, spoorwegovergang. Ka-ching. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Hey! Kikkers. Het is echt niks. Hallo. Ah, voilà. Ik was aan het typen aan mijn psychologe. Ah, oké. Okay. Ja, dus zij is er ook weer al bij. Voor een gans weekend toch niet meer. Oh. Grapke. Grapke. We mogen toch wel eens grapjes maken. Ook in een vlog, hè. Voilà. En daarom keek ik ook als grapje zo naar hem. Tjie, daar maar terug. 1-0 voor haar. Ja, schatje. En alles nog goed? Valt mee vandaag, maar je weet ook de reden. Ja. Ik wil er niet in de vlog over praten. Oké, voilà, bij deze weten jullie dat ook. En in de Begonialaan zijn ze heel goed begonnen te werken. Ook niet aan de weg, maar wel aan de zijkanten. Want er is ook nog vandaag nog een levering geweest van stenen. Dus ik ga mij ook nu rustig op de parking parkeren. Allee, ik druk toch af. Mijn gsm werkt niet mee, kijkers. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Een klein beetje achteruit. Dat ze mijn paaltje niet meer kunnen rechtzetten, dank u. Daarom staat iedereen redelijk ver achteruit. En jammer genoeg, hier zat dus geen kaartje in. Dus die is ook af aan het sluiten. Jullie zien het. Oei, toch niet. Voilà, zie je. Hup, uit. Ik had er nog geen kaartje in steken. Dus ik ga daar nog een kaartje voor zien. En dan komen er ook wel on-ride beelden. Mijn powerbank. Ik ga ook deze keer eens meenemen. Hoeveel procent heeft die nog eigenlijk? Holy shit! Kijkers, als jullie het zien. Nee? Jawel. 100%. Dus die moet ik niet meenemen naar binnen toe. Dus die kan ik in één keer al gebruiken. Goed, hè? Ja, zeer goed, schatje. Dat is liefde. Liefde om bij de eerste gezicht. Bij mij wel, ja. Bij mij ook. Bij u heeft het even geduurd voor je op mij verliefd werd. Nee. Dat zei je zelf tegen mij, dus. Maar toen wist je nog niet hoe ik was, hè? Nee, toen wist ik nog niet hoe je was.
Totaal niet. Ja, dus nu gaan we dus uitstappen uit de wagen. Dus eindelijk, einde autovlogs. Nu, eindelijk, buitenvlogs. Oh, zalig dat het buiten is. Het is niet te koud, niet te warm. En ginder ligt een plas. Dus daar onder water aan het gaan. Kijken naar Cindy mee ziet. Nee? Nee? Nee. Ze ziet mij niet. Oh. Schat, heb je mijn rug mee naar boven of niet? Nee. Alsjeblieft. Want die steekt nu in de koffer. Oh, daarom doe ik het niet zo. Kijk maar, het steekt in de koffer. Eigenlijk had je die benen binnen moeten nemen, schatje. Ik was gewoon hier terug naar binnen gekomen en naar buiten voor mijn ladder en de was. Ja, en mijn beleg. Ah, oh, daar had ik niet meer op gedacht. Dus even zo eens kijken als je het nog ziet. Nee. Oh, jammer. Ik blijf proberen. Nee, geen enkel moment. Nee, geen enkel moment. Wij zagen mijn schuins bovenbuurvrouw. Maar geen reactie terug, hè. Nee. Ik heb het echt koud, maar het wel is aan mij. Deze windje vind ik nu wel eigenlijk zalig. Ik moet dat eerlijk toegeven. Maar zij vinden het precies niet zalig. Nee, want ik hoop bij de landen dat ik hoop. Oei. En dat komt ook, dat ik met die altijd opjagen en dan krijg ik het. En mensen ziet, hier ze, de brievenbussen zijn verdwenen. Die zijn nu, ik heb hier een stoepje, naar hier verhuisd. Maar, die Murke gaat toch helemaal weg, dus wij vragen ons af, waar gaan onze brievenbussen allemaal naartoe? Ergens. En daar is een snelrijder achter ons. Kom je? Hier is al zo'n kleine baan, hier is het glibberig en al, en dan gaan ze nog snel rijden, hè schat? Ja. Niet normaal, hè? Nee. Wat moeten de chauffeurs doen? Aan hun snelheid houden, hè? Oké, ik pak de lift. Wie is de eerste? Kom aan. Wie is de eerste? Laat me zien. Ze is naar boven aan het gaan. Ja, zij is sowieso al eerder hoor, mensen. En ik ben dubbel. En jullie ook. Hey, mensen. Kijk eens. Yeah. Oh. Het zijn toch wel leukere vlogs nu aan het worden, hè mensen? Maar jullie moeten het wel eerlijk toegeven. Die daar gezien. Oh. En ja, hier is nog rommelig. Maar het is wel al gekuist. Kijk wat ik ga doen. Ik geef dit. Hup. En zij sluit het. Dat is zo handig, hè, als ik zo'n assistenten heb. En mensen, nog iets van bier en thee hebben we hier opgehangen. Ketching! Toppie, hè. Dankjewel, bier en thee. We zijn er echt ontzettend blij mee. Ja. En ze is nu haar boekentas proberen af te doen. Ik zal haar wel helpen. Voilà. Ik ga die al naar de slaapkamer doen, goed? Ja. Nee, mijn brood en mijn... Ah ja, zie, ik ben het weer vergeten. En hoe lang ben ik al aan het vloggen van deze fragment? Nog niet lang. Nee. Nee, zegt ze. Dat is niet. Ik heb ook al geprobeerd, schat, een deel in te vullen van de CCG. CGG bedoel ik. Maar dan begint het hier. Hier, daar moet ze mij mee gaan helpen. En dan begint het. Hier is ze, de vragenlijst. Zal ze paard overlopen tot 10? Want dat zijn er 45 stuks. Dus ik ga er maar 10 opnoemen. Ik kan goed met anderen overweg. Ik word gauw moe. Gauw moe? 4. Ik ben nergens in geïnteresseerd. Dat is nu al, was vroeger zelden, dus nummer 1, maar nu is het echt vaak geworden. Ik sta onder stress op het werk / op school. 3, ook vaak.
Ook het werk van mijn YouTube neem ik daar ook dan bij. Ik geef mezelf overal de schuld van. Soms. Ik ben geïrriteerd. Soms. Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk/relatie. Soms. Ik weet niet als mijn schatje dat heeft gehoord. Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk/relatie. Ik heb daar gezegd, nummer 2, soms. Dat is zo, hè. Als je dat zo voelt, dan, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar onze relatie is nu echt stabiel aan het worden. Geef het eerlijk maar toe, hè. Ja. Oké. We zaten op nummer 7. Dat is nu nog 8, 9 en 10. Ik denk over om een einde aan mijn leven te maken. Dit was eerst nul. Nooit. Maar sinds dat ik hier ben beginnen te wonen, is het echt erger geworden. Is het echt bijna altijd. Ja, mensen, jullie verschieten het ervan. Bijna altijd. Wil je dat ook laten zien? Nee, ik wil dat al klaar op tafel leggen voor morgen. Ja, mijn tafel wel groot genoeg zijn. Ik denk dat wel. Oké. Ja, zij heeft dus de puzzelmat vast. Dus je ziet hier die lijntjes. Je houdt het ondersteboven, schatje. Ik kan niet alles perfect, hè. Dat is ook weer waar. Niemand is perfect. Oké. Dus deze grote lijn, dus die dikke witte lijn, dat is voor 1500 stuks. Dan de binnenste stippellijn, dat is voor 1000 stuks. En dan de kleinste stippellijn is voor 500 stuks. Daar gaan we onze puzzel op maken. Oké. Kunnen we hier eigenlijk ook op strijken dan? Dat weet ik niet. Dan moet je daar... hier zitten dingen bij. Ja, ik kan hier is de doos. Nederlands. Bezoek Jumbo en meer informatie over de complete overzicht van de puzzel met de accessoires. Ik weet het niet. Dus we gaan het echt moeten gaan zoeken op de website. Ja. Want jij wou dat strijken, hè? Ja. Die puzzel. Maar als iemand dat weet, op welk materiaal dat we de puzzel kunnen strijken, laat het in de reacties weten. Echt goed. Waar. Want die hulp hebben we echt nodig. Want wij willen echt aan die puzzel beginnen. Ja. Liefst zo snel mogelijk. Voilà, jullie hebben het gehoord. Zo snel mogelijk. Ik vergeet dat niet bij te leggen. Oeh, ja. Ik moest nu nog vraag 9 en 10 nog opnoemen. Ik voel me zwak. Dat heb je de laatste tijd vaak, hè? Ik voel me echt heel zwak. Ik ben angstig. Dat is ook al heel, is nu echt vaak. Nummer 3. Eigenlijk, nee, nummer 4, bijna altijd. Zelfs ik heb nu angstig gekregen. Ja, ik weet het. Wat, hè? Ja. Ja, sorry, ik zeg het niet hardop, omdat ze het dan niet hoort. Ik ben nu nog iets heel snel aan het zoeken. Misschien dat er nog iets heel leuks op staat. Voor ook eens zoals op te noemen. Er komen verontrustende gedachten in mij op die ik niet kwijt kan raken. Dat is ook al bijna altijd. Ik heb last van mijn maag. Echt. Altijd. Ja, dat komt ook door stress. Ja. Dat weet ik zeker, want ik heb dat ook. Ja, en zo wil ik ook. Mijn hart bonst te veel. Dat heb ik is nu ook al vaak. Ja. Ja, en dan. Ik leid aan hoofdpijn. Is ook redelijk laat. Ik ben tevreden met mijn relatie met anderen. Soms. Voilà. Dan hebben jullie ook wat de vragenlijst ook gevonden. Ja. Ik ben niet naar de slaapkamer komen, want ik heb mijn ogen. Oké, ik kom dan niet even... Je mag komen, maar niet de kijkers. Oh, jammer. Jammer. Ja, dus Berend... Ik zal even komen helpen. Ik heb het. Ziet, als ik kom, hè, dan lukt het. Oké. Dus BRMT. Dankjewel voor deze echt mooie puzzel.
Dus we gaan hier echt mooi op kunnen puzzelen. Met mijn Bobby Aanland blues. Ik vind het nog altijd echt geweldig. Jij moet nog iets hebben. Uw rugzak zeker. En dan, ja, hier heb ik het dus ook al opgeschreven dat wij van Cycle TV zijn. Toppie. En het heeft ook al veel geregend. En het is er niet afgegaan. Maar nu ga ik wel de vlog beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. En dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Of er een livestream is. En wil mijn schatje nog iets zeggen tegen mijn kijkers? Geniet nog van jullie avond. Of dag, wanneer of dat dag. Jullie kijken. Ja, precies. Wat ik bedoelde. Je liet me niet uitpraten en je gaf me al een kus. Ja, ik hou van jou. Oh, ik hou zoveel van haar. En ik wil haar echt niet meer kwijt. Echt, onze relatie duurt niet al lang, hè. Dat is toch goed? Dat is heel goed. Heel goed. Dus onze relatie is echt goed aan het versterken. Allee mensen, salutjes en tot morgen. Yo!